En bij sommige mensen is die kom die is echt open. Dus die bal die heeft alle ruimte om te draaien. Die personen kunnen dus heel makkelijk small squatten. Yo, welkom weer in een nieuwe video. Alvast allereerst excuses voor mijn geluid. De speaker heb ik niet bij me. Ben ik helaas vergeten. Het is niet anders. Dus ik zal wat harder praten dat ik tenminste nog luid en duidelijk te verstaan ben. Vandaag hebben we een aantal interessante vragen die ik halverwege deze vlog ga beantwoorden. Vragen zoals hoe kan je zien hoeveel calorieën je verbrandt met trainen? Joost vroeg wat is je ontbijt? Iemand anders vroeg hoe lang ben ik? Dan hebben we nog twee interessante vragen. Hoe breed je moet squatten? Dat vind ik altijd wel een leuke vraag als powerlift instructeur uiteraard. En nog een andere vraag waarom ik altijd mijn rug zo erg hol. Tijdens het bankdrukken, wat jullie ook straks kunnen gaan zien, want ik ga vandaag squatten en bankdrukken. Dat zijn de vragen, de interessante vragen. Ik ga nog steeds kijken hoe het gaat met mijn knie. Zoals jullie vorige week hebben gehoord, was die nog niet echt helemaal hersteld. Hij is op dit moment, het doet geen pijn meer. Ik durf wel gewoon te gaan squatten zonder brace deze keer. Maar ik merk toch wel dat tijdens het dagelijks leven dat als ik aan het lopen ben, dat ze nu en dan wel eens een keer pijn doet. Of als ik even eens een keer een sprintje naar huis toe trek, dat ik hem ook nog wel voel. Dus ik ben er nog wel een beetje bang voor. Maar mag de pret niet drukken, we gaan het gewoon proberen. Een ander dingetje is dat ik in mijn loods hier een aantal ramen heb. Het is in deze loods, dit is op mijn tweede verdieping. Het wordt hier al erg warm zo, zomers. Dat is niet zo'n probleem, maar als dan ook nog eens een keer de zon vol op je gezicht staat, wordt het echt gigantisch warm. Dus we hebben rolgordijntjes aangeschaft. En niet één rolgordijntje, maar we hebben een complete doos. We gaan 10 rolgordijntjes ophangen. Dus ook even kijken hoe dat gaat, of ik daar vandaag nog tijd voor heb. Ja, en als laatste, weinig updates. Veel nieuwe YouTube-abonnees. Hartstikke leuk. Hartstikke welkom natuurlijk voor de nieuwe mensen. Laat even een berichtje achter. En we gaan gewoon met de training beginnen. Gaan we. Het is tijd om wat vragen te beantwoorden. Natuurlijk ook even over mijn eigen training. Mijn eigen training vond ik lekker gaan eigenlijk. Mijn squat 117 was die. Echt lekker niveautje. Vorige training voelde ik echt dat mijn 115, die vond ik toch echt goed zwaar. Niveautje, ik zou hem op een 9 beoordelen. En nu 117, een 7,5. Komt ook omdat ik lekker heb gegeten. Veel gegeten. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik was net totaal niet uitgerust. Dus maar ja, soms heb je gewoon van die heerlijke dagen dat je in één keer denkt van, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om te sporten, ik ben een beetje moe. Dan ga je en vervolgens, hoppakee, ram je ze eruit, lekker vlammen, heerlijk. Dus mijn squat ging lekker, mijn bench ging ook heel lekker. Die was wel zwaar, maar wel gewoon onder controle. Als ik een cijfertje mag geven, ook een 8. Niet te zwaar, niet te licht, eigenlijk gewoon lekker. Als laatste nog wat chin-ups gedaan. Chin-ups ben ik nooit zo goed in geweest met die lange armen van me en geen biceps. Maar ja, die zijn we lekker aan het opbouwen. Ook niet geheel ontevreden over. Tijd voor wat vragen te beantwoorden. Ik heb een stuk of 6 vragen gekregen van jullie. Hartstikke tof. Als je vragen hebt, laat hem even achter de video of Insta, Facebook. Je weet het, je kan iedereen tegenwoordig overal bereiken. Vraag nummer 1. Hoe kan je zien hoeveel calorieën je verbrandt met trainen? Dit verschilt natuurlijk heel erg per persoon, man, vrouw, 50 kilo, 150 kilo, verschillende factoren. Als ik zelf sport, ik ben op het moment 84 kilo, 84, 85 kilo, bij 1,90 meter. Als ik sport, verbrand ik ongeveer 400 calorieën. Hoe ik dat weet, sommige mensen hebben een Fitbitje. Ik heb het vroeger eens een keer gemeten, dan heb ik het over 3 jaar geleden, met zo'n hartslagmeter die je rond je borst kan doen.
En vervolgens ook zo'n horloge erbij hebt. En dan kan je aflezen hoeveel calorieën je verbrandt tijdens een training. Ik wilde dat gewoon eens een keer checken. Ik verbrand ongeveer 400 calorieën. Dat is op het moment. Op het moment. Je kan na je krachttraining, zoals we weten, heb je nog het EPOC effect. Als je niet weet wat het is, zoek dat even op. Daar heb ik volgens mij ooit ook nog wel eens een keer een video over gemaakt. Dat wil zeggen dat je lichaam 72 uur na je training nog steeds aan het herstellen is van krachttraining. En je dus totaal gezien, in mijn geval misschien wel rond de 500 calorieën kan gaan die je verbrandt. Wat je met cardiosporten dus niet hebt. En daarom zeg ik altijd, krachttraining is de shit. Nummer 2, wat is je ontbijt? Ik ontbijt kwark met volkoren vezel. Die is van, even kijken, die verkopers bij de Co-op. Zit wel een beetje wat meer suiker in dan een normale havermout. Maar ik mag best veel calorieën eten, 4000 om precies te zijn. Dus ik mag best wel wat suikers binnenkrijgen. Dat is iets wat ik vaak ontbijt. Eieren, echt een shitload aan eieren. Zeker 6, 7 eieren als ontbijt op 6 boterhammen ongeveer. En tegenwoordig eet ik ook heel veel wraps. Want ja, wraps schieten nou eenmaal wat meer op als je het vergelijkt met een boterham. En ik eet ook nog redelijk vaak een broodje brie. Super ongezond, niet aan te raden, maar wel hartstikke lekker natuurlijk. Dat is ongeveer, dat zijn ongeveer mijn ontbijtkeuzes. Ik ben niet zo van, ik weet dat de blauwe bes et cetera hartstikke goed is. Ben ik niet zo van. Ik ben haast, snel, appakee, opschieten. Hoe lang ben ik? Ik ben 1,90 meter. Korte vraag. De belangrijke vraag, zoals de titel van deze video ook gaat zeggen. Een vraag van Joost, hoe breed moet je squatten? De breedte van de squat varieert nogal per persoon. Mijn klanten leer ik altijd aan hielen net buiten schouderbreedte. Dus als je mijn schouders hebt, je trekt een lijntje naar beneden, daar staan mijn hielen net buiten. Dus niet het puntje van mijn teen. Hielen naar buiten, net naar buiten. Echt daarnaast tenen is 30 tot 45 graden naar buiten toe. De smalle squat stance, dus echt de gewoon letterlijk schouderbreedte en recht vooruit met die tenen gebruik ik nooit. Eigenlijk helemaal nooit. Ik vind hem totaal niet nuttig. Ik gebruik dus wel de conventional, gewoon de normale squatbreedte of de sumo squat. En om de vraag beter te beantwoorden, wanneer gebruik je welke squatbreedte, het ligt er een beetje aan. Als wij een persoon hebben met een verschrikkelijk lang torso in verhouding en korte benen. Als ik hier korte benen heb en zijn torso leunt heel ver voorover. Dan kan ik die benen wijder uit elkaar zetten, zodat hij in de sumo squat wat rechterop kan komen. Hierdoor is die barbel dus rechter boven zijn voeten en hoeft hij niet zo ver voorover te buigen. Als je iemand hebt met rugklachten, laat ik ook liever rechterop staan. En je kan natuurlijk ook heel erg gebruik gaan maken. Heeft iemand sterke hamstrings, zwakke hamstrings, een sterke rug, een zwakke rug, maar... Dat is allemaal weer, daar zal ik ooit eens een keer een aparte video over maken als daar oren naar is. Een tweede dingetje wat ik wil vermelden. Ik zit even na te denken. Ik zal kijken of ik een foto kan vinden. Ik heb het vroeger ooit eens een keer, weet ik dat er een website was waar het op stond. Ik weet niet of ik die nog terug kan vinden, maar zowel, dan verschijnt het hier ergens nu in beeld. Als we naar je heup kijken. Je heup is natuurlijk een mooi komgewricht. Je femur, je bot van je bovenbeen, daar zit een bal aan. Dus je hebt eigenlijk het bot van je bovenbeen en daar zit een grote bal aan, die zit natuurlijk in dat kommetje. Bij sommige mensen is die kom echt een kom die om die bal heen zit. Als ik die mensen heel smal of heel wijd laat squatten, kan het wel eens gaan knellen. Als ik hem heel smal laat squatten, sorry. En bij sommige mensen is die kom die is echt open, dus die bal die heeft alle ruimte om te draaien. Die personen kunnen dus heel makkelijk smal squatten. Ook wijd natuurlijk. En bij sommige mensen, als wij het bot hebben, ik schroef dus hier het plaatje hopelijk in beeld. Heb je dat bot en die bal, die is bij sommige mensen wat langer, die steekt wat langer uit. En sommige mensen hebben ook weer een kortere bal, waardoor je dus meer of minder bewegingsvrijheid hebt. Ik heb geen flauw idee hoe mijn botten eruit zien, maar ik heb wel het gevoel dat ze kort stug zijn. Want ik kan niet al te smal squatten, ik merk het per direct. Ik voel ook dat ik, jullie kennen het bekende shoulder. Impingement, of hoe ik dat ook netjes uitspreek, dat heb je ook in je heup. De spieren in je heup, die kunnen gaan knellen. En dat gebeurt dus vaak als je te smal squat. Als je smal squat, komen gewoon simpelweg je kom en je heup
en je femur, je bovenbeen, die komen in de knoop met elkaar en die gaan zitten wringen. Dat is niet fijn en om die reden laat ik mensen dus altijd of een stuk breder squatten. Als laatste, als iemand knieklachten heeft of totaal geen, strakke kuitspieren, laat ik ook iemand wijder squatten. Hoe smaller je squat, hoe verder je knie naar voren moet komen en hoe meer lengte we op de gastrocnemius en de soleus moeten hebben. Volgende vraag. Angelo wil nog 15 kilo afvallen en hij baalt dat hij geen chin-up kan doen. Nou Angelo, je beantwoordt eigenlijk je eigen vraag al. Val eerst 15 kilo af, ga daarna een chin-up aanleren. Je hebt het vast wel eens gehoord om wat tips mee te geven met een chin-up. De welbekende truc, je gooit deze over een squat rack heen, gooit er even een knoopje in. Hier doe je je knie in en je kan jezelf door middel van een elastiek chin-ups leren. Goede methode, ik ben ook fan van lat pulldowns of isometrisch beethouden. En vooral in de verschillende hoeken gewoon beethouden of excentrisch. Dat betekent een keer opspringen en jezelf heel langzaam laten zakken. Allemaal fantastische technieken, ga ik niet al te diep op in. Wat ik alleen wel wil meegeven, is exact hetzelfde als afvallen. Als iemand wilt afvallen, dan kunnen we beslissen, oké, we gaan, ik noem maar wat ik net zeg, 400-500 calorieën eraf sporten. Of we gaan 2 boterhammen minder eten. Welke van de 2 manieren kost jou minder energie om af te vallen? Simpel, 2 boterhammen minder eten hoef je ook geen uur voor te sporten. Dat gaan we natuurlijk wel lekker combineren, maar dat terzijde. Dat is vele malen makkelijker om af te vallen. Gewoon minder eten. En dit is precies hetzelfde als met een chin-up. Je kan wel deze methodes gaan proberen. Dit, eindeloze lat pulldowns doen, isometrisch, wat ik net allemaal zeg. Kan je wel uren tijd aan gaan verspillen om eindelijk 1 chin-up te kunnen. Terwijl als je even 15 kilo afvalt, tenminste is voor sommige mensen niet even, maar het is, als we heel schappelijk zijn, kan je in een half jaar kan dat makkelijk weer af hebben. Hoppakee, kan je zo een aantal chin-ups vele malen effectiever, veel sneller dan al de hele trucendoos gelijk leeg halen. Pas als je die 15 kilo kwijt bent en je bent voor jou doen op een normaal gewicht, op een tevreden gewicht, kijk, dan kan je opgebouwen. Laatste vraag, Raymond, waarom buig je je rug zo tijdens het bankdrukken? Ik heb net toevallig gebankdrukt, dus ik laat die clip even zien. Mijn rug is niet zo super flexibel, dus hij kan niet zo ver buigen. Maar de reden dat ik zo ver buig is om. Als wij bankdrukken, je kan nooit recht naar beneden bankdrukken. Je kan nooit punt A naar punt B denken. Je moet hem even een kwartslag gedraaid denken. Als ik een barbel in mijn hand heb, kan ik nooit vanaf hier naar een schouderkop toe gaan. Dus ten eerste, hartstikke inefficiënt. En ten tweede, doet het verschrikkelijk pijn aan je schouderkop. Want die shoulder impingement waar wij het net over hebben, die is zeer aanwezig op dat moment. Dus wij willen met een barbel starten boven de schouderkoppen. Mijn hand is boven mijn schouderkop. En willen eindigen op ongeveer de tepels, de borst. Dus punt A en punt B, die liggen schuin van elkaar. Dit is best wat afstand om af te leggen. Zeker als je lange arm hebt en een kleine borst. Dus dit is best een afstand om af te leggen. Als wij punt A en punt B dichter bij elkaar willen brengen, kunnen wij die rug rollen. Zodat deze afstand heel erg wordt verkleind. Wat hoef ik dus te doen als ik mijn borst heel groot hou? Wordt deze afstand minder als dat ik met een vlakke rug aan het trainen ben. Die afstand wordt veel meer. Dus om die reden rol ik mijn rug. Dat is trouwens niet verplicht tijdens de internationale, niet volgens de verplicht, volgens de Internationale Powerlifting Bond. Maar iedereen doet het, kan je niet omheen, omdat het heel erg veel scheelt. Dat is één. Dus punt A en punt B komen twee dichter bij elkaar. En dan nog een keer, als ik hem nog een keer hol, punt A en punt B. Deze twee punten komen ook veel dichter bij elkaar als dat ik hol of bol. Logisch. Een tweede dingetje, wat mensen dan vaak vergeten, die hollen heel die rug. Perfect. Goed. Gewoon doen. Alleen die vergeten dat ze leg drive nodig hebben. Zodra iemand hier bij mij komt bankdrukken, leer ik eerst gewoon de normale bankdrukpositie aan zonder leg drive. Want aan het begin is dat nog best lastig als je in één keer 20 tips meekrijgt. Waar je op moet gaan focussen. Dus zodra mensen een beetje normaal kunnen bankdrukken na een paar herhalingen of een of twee sessies, dan, hoppakee, dan hebben wij de goede bankdrukpositie. Dan leer ik die onderrug helemaal hol te maken. En dan zeg ik altijd hielen, billen, buik. Dus hielen, billen, buik, daarna armen. Dus we drukken die hielen keihard de grond in. We spannen de buik aan, de billen aan. Hoppakee, we hebben een stevige boog om die arch, om die ronding in je rug te houden. Dat is de reden dat ik weer een hele holle onder- en vooral
probeer het, vooral een bovenrug te trainen. Maar dan is de spanning op je been is dus wel gigantisch belangrijk. Als jij, wat de meeste mensen ook doen, ze staan in de perfecte positie, heel die rug is helemaal hol, hij is helemaal onder spanning. Ze komen naar beneden en ze komen omhoog, nog steeds hol onderrug. En dan drukken ze hem uit en dan trekken ze de rug vlak. En zodra ze nu geen spanning op de hielen geven, komen ze weer een keer omlaag. En de tweede faalt, omdat je spanning verliest. Altijd zoveel mogelijk spanning houden tijdens welke oefening dan ook, als het om powerliften gaat. Een tweede dingetje, wat mensen lastig vinden en wat ook wel eens gebeurt, is dat je zoveel spanning geeft dat je schouders gewoon simpelweg wegglijden en je dus met een vlakke onderrug trainen. Wat ik ook nog wel eens wil doen, is zo'n elastiek om een bankje heen doen, zodat het bankje wat minder glad wordt en je schouderbladen lekker in dat elastiek duwen. Dat waren de vragen van deze week. Als je meer vragen hebt, stel ze lekker. Wat ik nu nog even ga doen, ik ga rolgordijnen ophangen. De rolgordijntjes hangen. Ik denk money well spent in dit geval. Fantastisch, fantastisch. Ik ben er dik tevreden mee. Scheelt in ieder geval weer een klein beetje hitte. Zeker als je staat te squatten of aan het bankdrukken bent natuurlijk. En je zit precies met je gezicht in de zon. Dat is niet fijn. Nu nog even alles alweer opruimen. Dit was hem weer voor deze week. Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.